Hoe redden robots levens? Dit is de Universiteit van Nederland. Kijken wat er gebeurt in de bergen. Dit is een lawine. En dat is een lawine, is de allervernietigste stroom van sneeuw die over je komt. En je verdwijnt ergens. Nou, als iemand onder de lawine komt, dan moet je heel snel die persoon proberen te redden. Dat weten we in Nederland heel goed wat de consequenties daarvan zijn. In de eerste 15 minuten gaat het goed. Als in de eerste 15 minuten iemand uit de sneeuw haalt, dan die persoon gaat het redden. Geen twijfel over. Maar dan begint het kritisch. Na 35 minuten begint een bepaalde functie uit te vallen. Dat is zuurstoftekort aan de hersenen, dan creëert schade. Dus wat moeten we doen? Dan moeten we dan heel snel zorgen dat mensen gered worden en uit de lawine, uit de sneeuwpuinen gaan halen. En wat konden we doen? Nou, robotica kan zeker helpen en we zullen dan zien hoe dan kan helpen. Er is een project, die heet de Sherpa-project. Dit is een project van een hele groot project van 12 miljoen euro's, waar een aantal universiteiten in Europa betrokken zijn. En die wordt gefinancierd door de Europese gemeenschap. Waar we juist proberen om mensen te redden in een situatie van lawines, maar ook in de zomerscenario of in de Alpen. Eigenlijk in de zomer zijn veel meer reddingsoperaties gaande dan in de winter voor lawinetoeval. Dus, maar ja, in een lawine, daar hebben we nu hierover. Normaal gesproken zien we dan die St. Bernard met een vaatje en die moet natuurlijk dan ergens mee helpen. Maar ja, als we met de robots bezig zijn, hebben we wat anders uitgevonden. Dat wil ik even hier laten zien wat het over had. Dit is onze St. Bernard. Die kan oud gesneden worden. Wat we dan kunnen doen met een quadcopter, we kunnen onder de quadcopter iets monteren. Dat is een ARVA-systeem. Wat jullie hier zien, zometeen, het is een systeem dat wordt werkelijk nu al gebruikt worden in de Alpen. Wat die doet, als iemand verdwijnt onder de sneeuw, stuurt een piepje en het signaal wordt ontvangen door zo'n systeem. En reddingswerker heeft zo'n systeem in de handen. En wat hij moet doen, die moet proberen zo'n signaal te vinden. En die moet lopen op de sneeuw. En dat gaat niet zo snel, omdat er een lawine is ontstaan, de sneeuw is zacht. Het is heel moeilijk lopen. En dat gaat niet zo snel. Maar als we een quadcopter hebben, waar ze een degelijk systeem onder gemonteerd hebben, wat meer dan één, misschien één, twee quadcopter, die kunnen heel snel delen oppervlakte scannen. En we kunnen ook informatie gebruiken die van andere robots, die wat hoger in de lucht zijn, meten. En we kunnen automatisch detecteren waar de accumulation zone is, waar de sneeuw terecht is gekomen. Dus eigenlijk dankzij dit soort technologie kunnen we dan als ter plekke zijn ontzettend snel iemand vinden. Dat is een fractie van seconden zelfs. Dit is wat de Sherpa-robot doet. En wat jullie hier zien, hierachter, is een persoon, dat is een reddingswerker. En die is heel druk. Maar cognitief kan natuurlijk dan veel meer te doen, veel meer doen dan alle andere robots die daar zijn. De mens is natuurlijk cognitief gezien de allerslimste.
Dus die is in de termen van Sherpa, het heet de busy genius. Hij is druk, hij moet heel veel doen, maar ja, hij is heel intelligent. Dus je wil hem niet belasten met moeilijke user interfaces, hè, om de robots te sturen, om de robot te vragen wat ze moeten doen. Dus wat de busy genius eigenlijk doet, heeft een jas die in staat is om te meten wat de beweging van de reddingswerker zijn. En dat is dus in staat om te lezen wat hij wil zeggen. Dus hij is in staat te communiceren met een robot door bewegingen. En zeggen, jij moet daar gaan kijken. Jullie komen hier. En het is door het systeem dat in de jas is gemonteerd, is het mogelijk om een hele natuurlijke communicatie met de robot te doen. Daarna hebben we de trained wasps. Die zijn eigenlijk quadcopters, met bijvoorbeeld een AVA-systeem daaronder. Die kunnen op redelijk lage hoogte vliegen en in staat zijn met camera's, infraroodcamera's, thermische camera's, andere informatie, kunnen ze heel snel op de oppervlakte bewegen. Maar ja, soms, zoals bij een lawine, wil je ook schatten waar gescand moet worden. En dat als je redelijk klaar bent, dan kan je dat niet doen. He? Dus wat je nodig hebt, eigenlijk zijn patrolling hawks, die hoog in de lucht vliegen en dan in staat zijn om een grote oppervlakte te schatten, te meten, te analyseren en informatie te sturen aan de wasps om te zeggen, daar is eigenlijk de regio van de lawine waar de sneeuw uiteindelijk beëindigd is en daar moet je gaan zoeken. Dus het is een samenwerking van een aantal robots. En de laatste, dat is eigenlijk meer bedoeld voor de, wat het heet, de zomerscenario. Dus niet in de lawine, maar meer voor reddingsoperatie in de zomer. Is wat het heet de intelligent donkey. He, dat is een robot die kan bewegen en heeft een arm. En die kan volgen en autonoom bewegen. En de arm kan gebruikt worden bijvoorbeeld om de quadcopter op te laden. Nou, je wil niet de persoon, de reddingswerker belasten met het opladen van quadcopters. En je hebt niet zoveel quadcopters daar. Maar ja, zo'n donkey kan hele grote accu's meeslepen. En als de quadcopter bijna leeg is, kan in de buurt van de donkey gaan en de robotarm kan hij hem pakken, de batterij vervangen of opladen en als die klaar is, weer in de lucht gooien. En in die manier heb je een autonomie die veel langer is dan een quadcopter zou hebben zonder zo'n systeem. En daarnaast, de donkey kan alle communicatie hardware meeslepen om door de radiocommunicatie te blijven communiceren met de patrolling hawks of met de wasps. Maar we hoeven niet in de Alpen te gaan om voorbeelden van robotica te zien die dan eigenlijk nuttig zijn voor de mensen. Die kunnen we ook vinden in de stad. Wat zien we hier? Dit is een inlet van een gasleiding. Wat er nu gebeurt, het is wettelijk moeten alle gasleidingen in Nederland geïnspecteerd worden in zoveel tijd. In Nederland er zijn 100.000 kilometer lage druk gasleidingen. En wat er nu gebeurt is, er is een persoon die met een sniffer heet het, die loopt gewoon met een kaart, hij weet ongeveer waar de gasleiding is. Ongeveer. En dan ga ik erop lopen. Nou, veronderstel dat ik hier ben. Ja, ik ben hier aan het lopen. En de gasleiding is daar. En de wind gaat in die richting. Ik meet helemaal niets. Terwijl het al een lekkage is. Het is niet echt effectief. Maar als we in staat zijn om in de gasleiding zelf erin te gaan. Niet alleen kunnen we dat heel goed meten. En hoe doen we dat? We kunnen bijvoorbeeld akoestisch detecteren. Als een gaatje is in een gasleiding, horen we een piepje als we binnen de gasleiding zijn. Dus akoestisch kunnen we detecteren of een lekkage is. Maar nog beter, we kunnen voorkomen of voorspellen als een gaslekkage gaat ontstaan. Door bijvoorbeeld te meten waar de vervorming in een buis is. Omdat als een vervorming in een buis is, en we weten dat de buis van een bepaald materiaal is, kunnen voorspellen dat als nog een hogere kracht komt, zal uiteindelijk knappen. En dat kunnen we doen door de gasleiding te bewegen. Wat jullie hier zien is de inlet.
Dit is een eerste versie van Pirate, van onze robot. En wat eigenlijk wordt de robot hierin geplaatst. Dit gaat dicht. Wordt uiteindelijk inert gas ingepompt, zodat de zuurstof eruit gaat. En dan wordt de rode hendel geopend en gecommuniceerd met de normale gasleiding. En dan gaat hij inlopen en dan kan hij navigeren en meten en voorkomen dat een explosie ontstaat. Even een voorbeeld van hoe dit eigenlijk werkt, waarom ziet het eruit zo eruit ziet, is met Lego. Dit is het basisconcept van de Pirate. We hebben hier een systeem, elastisch, die in staat is om uit te zetten in verschillende maten van gasleidingen. Door een soort elastisch systeem kan dit, zie je, wordt opgeladen en gaat erin. Als ik een leiding zou hebben die wat groter is, tot een bepaalde maat, is die in staat om verschillende maten te navigeren. Dankzij die constructie. Maar hij moet ook in staat zijn om te meten waar die is. En hoe doet hij dat? Ja, hij moet beeld van iets hebben. Wat jullie hier zien, is een klein sensor. En dit is een bijzondere sensor, want het heeft een camera hier vooraan. Maar hierachter heeft een laserprojector. En de laser wordt geprojecteerd naar achter. En hierachter is een soort spiegel die van die laserstraal en diffractor maakt een soort kegel van licht die uitstraalt van een gaten die eromheen is. En als dit in het midden van een buis gepositioneerd wordt, wordt die kegel geprojecteerd in de buis. Dus als dit in het midden van de buis is en die is recht, wat zien we? Een cirkel. En dat kan door de camera gezien worden. Als de buis op een bepaald moment een buiging maakt en ik ben aan het voorbewegen, zal die cirkel vervormen en een ellipsoid worden. Dus op basis van die beelden zijn we in staat om te begrijpen waar we zijn en wat we binnenkort tegenkomen. En als we bijvoorbeeld een T-splitsing zien, zijn we in staat om te beslissen als we rechts of links willen gaan. Maar we kunnen dus ook andere gekke concepten bedenken. Hè, voor de gasleidinginspectie. En een voorbeeld is hier aangegeven. Dit heet we noemen dat de Omni-Wheel Pirate. De wielen zijn zodanig ontworpen, het systeem is in staat om voor en achter te bewegen, maar ook te roteren om de as van de gasleiding. En dat zou dat ook een uitstekend systeem kunnen zijn voor bijvoorbeeld andere mogelijk acties dat in de pijs willen ondernemen. Dat is een hele soepel beweging op en neer en een rotatie daarvan. Nou, hoe kunnen we dit eigenlijk in de werkelijkheid gaan gebruiken? Ik denk dat het heel belangrijk is in de robotica, als we willen dat de robotica uiteindelijk overal terechtkomt, ter goede van de maatschappij. Ik denk dat we moeten dat doen in fasen. We moeten niet bedenken dat we een robot hebben die dan direct alles voor ons doet. We moeten dat in fasen doen. Dus wat we met Para doen, we hebben twee fasen gedefinieerd. De eerste fase is wat het heet tethered, gewoon met een draad. En die draad zou de communicatie doen met een station, zou zorgen voor de stroomvoorzieningen. Hè? Omdat hij moet eigenlijk natuurlijk batterijen hebben om te kunnen voorbewegen. En de derde is, last but not least, als wat misgaat, dan kunnen we terugtrekken. En als we zien en een technologie ontwikkeld hebben, die hebben laten zien die werkt, dan kunnen we natuurlijk daarna even proberen zonder draad te laten functioneren en stapje bij stapje meer intelligentie in het systeem brengen. Het heeft genut om dan fault en problemen te hebben in één klap, maar stapje bij stapje de technologie te gaan gebruiken. En er zijn een probleem in de gasleidingen. Dat een vraag die altijd krijgen is, nou, is het er niet gevaarlijk? Er zijn elektrische motoren daar. Als je iets, zeg maar, een spike ontstaat, gaat die in alles ontploffen. Dan gebeurt helemaal niets. Waarom? Omdat gewoon geen zuurstof is in zo'n leiding.
En dat is de reden waarom in het begin, wat ik gesproken heb over de inlet, een inherent gas erin moet komen, om te zorgen dat eerst alle zuurstof uitgaat. Dus robots kunnen zeker leven redden, hè, en kunnen voorkomen die explosie ontstaan, zoals dat we weten dat ook in Amsterdam gebeurd is. En ik denk, en ik ben overtuigd, dat dit soort technologieën in een paar jaren echt gebruikt zal worden. Maar robots zijn redelijk ingewikkeld systemen. En wat ik wil, voor de volgende keer wil ik jullie laten zien, als het mogelijk is om robot te maken, eigenlijk bijna een kwartiertje. Dank u voor jullie aandacht.